Jullie hebben mij toch geen gekke dingen zien doen, hè? Ja. Oeps. Ja, ik heb dus eigenlijk een supercoole gitaar gemaakt. En ik ben al een hele dag op aan het spelen. Ik vind het zo cool. Willen jullie ook een gitaar maken? Ja? Oh, cool, dan kunnen we samen swingen op de gitaar. Zal ik jullie tonen hoe jullie een gitaar moeten maken? Ja? Oké, kom. Oké, lieve vriendjes, jullie willen dus ook net zo'n coole gitaar maken als ik. Wat heb je daarvoor nodig? Wel, dat is 1. Een zakdoekdoos. Wel, een lege zakdoekdoos, er mogen geen zakdoekjes meer in zitten. Zo, goed. En 2. Rekkertjes. Kijk, ik heb een doos vol rekkertjes. Pas op, begin er niet te hard mee te spelen, want kijk, als ik dat laat schieten, kan ik mij heel veel pijn doen. Dus vraag hierbij een beetje hulp van een papa of een mama of een oma of een opa. Oké. Wat gaan we doen? Dat zijn de rekkertjes rond de zakdoekdoosjes binden. Kijk, hop. Omdat ik wel redelijk grote rekkers heb, ga ik ze er 2 keer rond binden. En je kan ze zelf zetten waar je wilt. Zie je de rekkertjes erom binnen? En dat kan je doen voor heel de doos. Ik ga er nog eentje nemen. Oeps. Kijk eens wat een lange rekkers. Zo, en die binden we er gewoon rondheen. Maar pas op, het is gevaarlijk, want dat kan wel een beetje springen in het gezicht. Dus vraag altijd hulp van mama, papa, broer, zus. Omdat die een beetje groter is als jou. Dat wil ons niet pijn doen. Zo, en dit doen we voor het hele doosje. Zo, kijk. Hops. Je moet eigenlijk de rekkertjes zetten over het gaatje. Dat hele gaatje niet meer zichtbaar is. Zo, nog eentje en dan ben ik denk ik klaar. Ziezo, mijn gitaar is af. Zullen we samen nog een beetje rocken op de muziek? Een beetje samen gek doen? Ja? Oké, zijn jullie er klaar voor om samen eventjes te swingen met onze gitaar? Ja? Neem hem maar vast als een echte gitaar. En dan zet ik de muziek op en gaan we samen rocken. Begin nog maar rustig, hè. Straks gaat het een beetje. Wow, oké, goed. Oké. Beetje verder zetten. Ja, goed. Hoppen daar nu. Super goed allemaal. Sturen jullie een toffe foto door van jullie gitaar? Ik ben benieuwd.